In Bargelovige eerst enkele mededelingen. Ja, we kunnen daar niet uit doen, maar dat is wat. Vanuit de 21ste zondag na Pinksteren, verjaardag van het zonnewonder in Fatima in 1917. Morgen de Heilige Calix is de eerste paus en martelaar. Dinsdag de Heilige Theresia van Avila, maagd en stichteres van de ervorpse van de Karmel. Moeder de Heilige Edwige, weduwe. De verschijning van de Heilige Michael op de berg Tombe. Kerkwerkingsfeest van de basiliek van de Mont Saint-Michel. Donderdag de Heilige Margrethe Maria Alacoque, maagd, die de verschijning heeft gehad van het Heilige Hart van Jezus. Vrijdag de Heilige Lucas, evangelist, die geen apostel is. Dus, er zijn twee evangelisten die geen apostel waren, namelijk Lucas en Marcus. De twee anderen zijn wel tegelijkertijd ook apostelen. Zaterdag de Heilige Petrus van Alcantara, beleider. En komende zondag, de 22ste zondag na Pinksteren. De zondag, ook de missiezondag. Maar eigenlijk is nu iedere miscentrum, iedere kapel waar een, of kerk waar een priester is van de traditie, zullen vacantist zo gezegd, is een missiepost geworden. Want de officiële diocesen, bisdommen zijn in ketterij, schisma en zelfs apostasie vervallen. Dus hebben officieel opgehouden te bestaan. In de naam van de Vader en de Zoon, Heilige Geest, samen. In Bargelovigen, om dit evangelie goed te kunnen begrijpen, moet men weten hoeveel dat bedrag is van 10.000 talenten. Er zijn namelijk drie soorten talenten in de tijd van onze Heer Jezus Christus. Gaat het Romeinse talent, het Hebreeuwse talent en het Griekse talent. Het gaat niet over Griekse talent, want Griekenland had daar niks mee te zeggen daar. De tijd van Alexander was voorbij en zijn opvolgers. Hebreeuws talent, dat is ook niet zeker, want Jezus zelf in een ander ogenblik, een andere gelegenheid, vraagt naar een geldstuk. En dan krijgt een geldstuk waar de afbeelding van de keizer op staat. Dus de gangbare munt in Palestina, van het tijd Heilig Land, was dus de Romeinse munt. En de Romeinse talent, één talent, is 34 kilogram zilver. Eén talent. En dat staat, 1 kilogram zilver is ongeveer 800 euro. Enfin, de zilverprijs is nu aan het stijgen en zo met die economische crisis. Maar het is ongeveer 800 euro. Dus één talent, 34 kilo, komt dan neer op praktisch 25.000 euro. Eén talent. Het gaat over een schuld dat die man had bij zijn koning van 10.000 talenten. Dus vermenigvuldigt dat met 10.000, dan kom je op 250 miljoen euro. Een kwart miljard. Dus dat was onwaarschijnlijk. Dus ja, het gaat over een koning, een koninkrijk. Dat was waarschijnlijk een minister van Financiën of zo. Die te maken heeft met heel veel geld. De geld van het Rijk. Van het koninkrijk. En die dus dan ergens iets gedaan heeft dat hem een schuld bezorgt van 10.000 talenten van een kwart miljard, dat hij niet kon terugbetalen. Maar vanaf de koning zag dat hij dus vergiffenis vraagt en geduld vraagt, dat hij gewoon goede wil is, hij wil het terugbetalen, dan schelt hij die schuld kwijt.
Natuurlijk gaat het over God. Het is een vergelijking. Die koning is God en de schuldenaar zijn wij. Die immense schuld, dat is de schuld van de zonde. Dat is een symbool om te zeggen dat het een oneindige schuld is. Want de doodzonde is inderdaad een oneindige schuld. Omdat er een oneindige majesteit van God is beledigd. Dat toont de grootheid van de schuld van ons, zondaars, de doodzonde. Maar als die koning als God een goede wil ziet, een berouw, spijt, dan scheldt hij die schuld kwijt. Een enorme schuld. En dan begrijp je ook dat dat gewoon misdadig is van die man, die schuld, die dienaar. Die heeft dan een schuldeis lopen op een medeburger. Die één denarius schuldig is. Dat is 4 gram zilver. Dat is ongeveer 3 euro. Dus 100 denarii, dat is 300 euro. Dus die man is hem 300 euro schuldig en hij vraagt, hij die juist een kwart miljard is kwijtgescholden geweest, dus dat moet een geweldige vreugde geweest zijn. En hij kan terug leven normaal. Hij vindt zijn rijkdom terug. Hij krijgt een cadeau van een kwart miljard. Hij is niet in staat of niet bereid om een medebroeder 300 euro kwijt te schelden. Dus dat is gewoon misdadig. Dat sloot iedereen tegen de borst. Dus die anderen die dat zien, gaan het melden aan de koning. Dat zijn dan de engelen die aan God gaan rapporteren, maar God weet alles. En de koning is kwaad en eist hem die schuld terug. Die wordt dus niet kwijtgescholden. Omdat hij zelf niets heeft kwijtgescholden aan de anderen. Dus God om onze schuld kwijt te schelden, hij is oneindig barmhartig, hij wil dat ook. En hij doet dat. We moeten beseffen dat die schuld oneindig is, enorm. En dat dus een buitengewone goedheid vanwege God is. Maar God vraagt een minimum van onze kant, dat wil zeggen, spijt over onze zonde. Ik heb al dikwijls gezegd, dat is het verschil tussen de hel en het vagevuur. In de hel hebben ze spijt over het feit dat ze lijden. Maar niet spijt over hun zonde. Daarom kunnen ze niet uit de hel geraken. Die hebben nooit spijt over hun zonde. In het vagevuur is het omgekeerd. Ze hebben spijt dat ze gezondigd hebben. Want daarmee kunnen ze naar de hemel. Maar ze hebben geen spijt dat ze lijden, want ze weten dat het lijden noodzakelijk is om in de hemel te verdienen, om dus van die zonde af te geraken. Dus de spijt is belangrijk. Spijt hebben over de zonde. Een oprecht berouw is absoluut noodzakelijk. Maar er is een andere voorwaarde die we hier dus te weten komen. We wisten ze al, want het staat zelfs in onze Vader. Vergeef ons onze schulden. God, onze Vader, vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Zoals. Dus in dezelfde mate. Trouwens, dat doet denken aan wat we onlangs gezien hebben. En dat u al lang weet. Dat het belangrijkste gebod is, God beminnen boven alles. Maar een ander gebod dat eraan gelijk is, is ernaast beminnen als onszelf. Maar uit liefde tot God natuurlijk. Hè? Dus in de geboden. Volgens de 10 geboden. Men kan iemand lief hebben in het kwade. Men kan iemand een Kalashnikov bezorgen om hem plezier te doen. Omdat hij dan beter een bank kan beroven. Dus je doet met plezier aan je vriend. Maar dat is tegen de geboden van God. Je zult niet stelen. Dus dat is niet, dat wat Jezus bedoelt. Dat is juist de dwaling van Vaticaan II. Dus groeten aan de medemens, maar tegen de geboden van God in, tot zelfs de valse godsdiensten aanvaarden, en ze geen moeite mee doen om ze te bekeren. Omdat we ze te veel zouden daardoor het lastig maken. Dus dat is geen liefde voor de naaste, dat is hem bevestigen in de zonde, in de doodzonde, op de weg naar de hel. Terwijl de grootste liefde is juist hem de hemel helpen bezorgen. Daarvoor bidden en een voorbeeld geven enzovoort.
Dat is een grootste dienst die we onze naasten kunnen bewijzen. Dus wij moeten vergeven aan onze naasten. Maar dat is niet zo eenvoudig, want zoals ik juist zei, als God niet kan vergeven als er geen spijt is, hoe kunnen wij het dan? Wij nog minder. Dus wij kunnen niet aan... als iemand spijt heeft, ons vergiffenis vraagt, onze verontschuldigingen aanbiedt, dan moet een christen vergeven. Jezus zegt juist aan Petrus hier, een beetje vroeger dan deze pericoop, zegt, ja, Petrus, je moet 7 × 77 keren vergeven. Dus als iemand u vergiffenis vraagt, dat is niet zo moeilijk voor een goede christen. Ja, dan schat je kwijt, dan zeg je, ik vergeef u, geen probleem. Dus dat is wat dat God vereist. Maar het wordt moeilijker als uw naaste geen spijt betoont. Hoe kunnen we hem dan vergeven? Er zitten veel mensen mee verveeld. In feite kunnen wij niet. We kunnen wel zeggen, ik schat het u kwijt. Bijvoorbeeld Stefanus, die heeft gebeden toen hij vermoord werd, God rekent u die zonde niet aan. Maar daarmee wil dat niet zeggen, ook al is een heilige, dat die mensen die iemand vermoord hebben, en die daar nooit spijt over gehad hebben, dat ze dan bij het algemeen oordeel, bij het eerste oordeel, dat God zal zeggen, je hebt een moord begaan, maar Stefanus heeft voor u gebeden, dus je mag de hemel in. Zo werkt dat niet. Ze hebben een moord begaan en moordenaars gaan de hemel niet in. Dus wat is dat gebed van de heilige Stefanus, dat een heilig gebed is? Wat is dat dan vergeven aan uw naaste? Jezus zegt ook aan het kruis, Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Maar hij heeft hoogstwaarschijnlijk zoiets zeker over de Romeinen, die inderdaad niet wisten wat ze deden. Die wisten niet dat ze God in zijn mensheid aan het kruisigen waren. Die voerden gewoon de bevelen uit van hun overste en die deden gewoon hun plicht. Dus die dacht dat Jezus een misdadiger was. En dus rekent u niet aan, want ze weten niet wat ze doen. Ja, dus dat is begrijpelijk. Maar dat geldt niet voor iedereen die daar stond. Het bewijs is dat Jezus, daar is een statie van de kruisweg daar juist voor mij. Jezus ontmoet de wenende vrouwen van Jeruzalem. Hij gaat hun juist zeggen, weet niet over mij, maar over u en uw kinderen. Want ze zullen zwaar gestraft worden, de verzoesting van Jeruzalem. Dus God heeft hun dat niet vergeven. Ook al heeft Jezus gebeden aan het kruis, Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Dus dat ging over bepaalde mensen die het inderdaad niet wisten, niet over iedereen. Die wisten wat ze deden. Trouwens, hij zegt het nog elders in een parabel van de wijngaard. Een van die parabel die over de wijngaard gaat. Degenen die in de wijngaard werken, die hebben de afgezanten van de eigenaar telkens vermoord. Je hebt alle profeten vermoord. Maar dan gaat de eigenaar van de wijngaard de laatste zijn zoon zenden. En dan zal hij denken, ze zullen tenminste mijn zoon sparen, maar ook zijn zoon gaan ze doden. Dus hij zegt toen, je gaat ook de zoon doden. Dat is hij zelf. Dus ze wisten wel wat ze deden. Want ze zeiden onder elkaar, we gaan de zoon doden, want dat is de wijngaard van ons. Dus ze wisten wel wat ze deden. Dus men moet dus onderscheid maken. Men moet vergeven zoveel mogelijk, zoals ik zei, als mensen uw vergiffenis vragen, is het niet moeilijk. Maar als u geen vergiffenis gevraagd hebben, moet men toch vergeven in die zin dat als ze toch ergens spijt hebben voor hun dood, dan is het van mijn kant een vergevenis. In ieder geval zelfs als ik niet te weten kom of ze ooit spijt hebben gehad van wat ze mij misdaan hebben, dan vergeef ik het in die zin dat ik het niet zal wreken. Ik laat de wraak aan God over. Dat staat ook trouwens uitdrukkelijk in de Heilige Schrift. Laat de wraak aan mij over, zegt God. Ik ben de God van de wraak. Hij is, die zal komen oordelen. Niet wij. Dus de wraak aan God overlaten, dat we niet gaan straffen, niet gaan ingrijpen. We laten het zo, we laten het aan God over. En we zien wel dat het verkeerd is wat hij gedaan heeft, door mij dus te beschuldigen, of ik weet niet wat, een schuld te veroorzaken tegenover mij. Dat is hij schuldig dus. Maar ik ga het dus niet proberen op hem te verhalen.
En trouwens, er is niet veel aan te doen, maar je gaat ook, want je zit ook in je hart moet gaan vergeven. Als je je broeders niet in je hart vergeeft. Dus in mijn hart, ik maak er geen moordkuil van, zeggen ze dus in het Nederlands, in Hollands. Ik zal van mijn hart geen moordkuil maken. Dus ook in je hart moet je eigenlijk bereid zijn van dus niet in te grijpen, ze laten doen. Laat het aan God over. En zo gaan we, en zelfs, doe zelfs goed aan degene die je kwaad doet. Vergeld het kwade met het goede, zegt Jezus. Sint Paulus verklaart, je stapelt dan gloeiende kolen op hun hoofd. Dat is een uitdrukking om te zeggen dat je door al je goede werken tegenover hen en geconfronteerd met de liefde van het christendom. En zodanig kunt je eigenlijk bekeren. Je kunt zo mensen bekeren. En dat is eigenlijk wat we kunnen doen. Dus vergeven als ze om vergiffenis vragen. En voor de rest, als ze geen vergiffenis vragen, het niet aanrekenen. En zelfs het kwade voor zoveel mogelijk vergoeden met het kwade vergoeden met het goede. En dan zijn we kinderen van de Vader. Want hij zegt dat ook. Jezus bekent dat het moeilijk is. Hij zegt, maar dan zijn je echt kinderen van de Vader als je dat doet. Want mijn Vader vergeeft ook voor zover het mogelijk is. En hij is het die gaat oordelen. Dus zo moeten we het doen, die gelovigen. Het liefde tot de naaste, het liefde tot God, moeten we dat zo doen. Want anders, inderdaad, ons eigen heil hangt er vanaf. Want het is daarop dat we zullen geoordeeld worden. Dus vragen we aan Maria om dat altijd zeer goed te doen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.